Een reality-serie voor de familie Roelvink, babyverdriet voor Peter-Jan Rens, Bonnie Sinclair bespreekt haar huwelijksproblemen in het openbaar en deelnemer Boer zoekt vrouw duikt onder. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week. Dave Roelvink maakt een frisse start in 2015. De modepop wordt verdacht afgelopen jaar spullen te hebben gestolen, maar krijgt nu met zijn familie een eigen reality-serie. Veel mensen die zoveel in contact zijn geweest met de politie zouden zich even stilhouden. Maar dat geldt dus niet voor de familie Roelvink. Peter-Jan Rens gaat door een moeilijke tijd. Zijn vriendin heeft een miskraam gehad. Rens is echter niet van plan het nu op te geven en gaat ervan uit dat ze dit jaar sowieso voor de tweede keer vader en moeder worden. Maar voor het zover is, stapt het stel over 5 weken in het huwelijksbootje. Vertelde Bonnie Sinclair vorig jaar nog dat zij en haar echtgenoot Anne-Jan Jongbloed het toch echt samen willen blijven proberen, roept ze nu dat ze wil scheiden. Volgens Sinclair vraagt haar man continu waar ze heen gaat en hoe laat ze terug is. En volgens hem liegt en bedriegt ze. Arme boer Tom. De knappe tulpenkweker krijgt niet alleen van de pers een heleboel aandacht, maar ook van kuddes vrouwen. Het is inmiddels zo erg dat Tom zijn erf niet meer kan betreden zonder overvallen te worden door een stel dames. En dus is hij ondergedoken. Tegelijkertijd wordt er gefluisterd dat de boer al een vriendinnetje heeft en dat het hem enkel gaat om de aandacht.